voor de groepen is het vandaag erop of eronder. Gelukkig krijgen ze hulp van Dan Carity, Babette Labey en Bastiaan en Fiona. Ze krijgen daarnaast nog een workshop van Ryan Tedder, de frontman van de band One Republic. Ryan van One Republic, hij is echt een goede artiest en hij heeft ook echt goede tips gegeven. Anderhalf jaar geleden luisterde ik nog echt heel veel naar hun nummers. Was even weggezakt en toen was het, oh ja, oh wat vet. En dan krijg je zo'n international die met zulke grote namen werkt natuurlijk. Beyoncé, Alicia Keys, Timbaland. Die man staat voor je neus en doet zijn ding. Ja, heerlijk. Yeah. Sorry like the angel, heaven let me think was you. But I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. I'm holding on your rope, got me 10 feet. Oh. Bij de workshop van Ryan Tedder laten de Bad Boys zich van hun gevoelige kant zien. Never, nooit meer mag je mij laten gaan. Een leven alleen, dat kan ik niet aan. Dat is zo veel te lang doelloos, mijn hart zo gevoelloos, alleen. Vocally, I think out of everyone I heard in the groups, the best voices were Bad Boys. Both guys had really good control, tone, and I think with some work, I could see them doing well. Both you guys have really obvious natural singing ability. You guys, I think, you know, from what I've seen so far, could be one of the biggest competitors. De Vogelsisters hoeven elkaar niet meer te leren kennen. Die zingen hun hele leven al samen. Wij gaan Sweet Dreams van Beyoncé zingen. Every night I rush to my bed. In hopes that maybe I'll get a chance to see you when I close my eyes. I'm going out of my head. I think the best look, like if I'm thinking from a record, like a, you know, a music business production standpoint, the Vogel sisters, you know, very pretty. You know, the fact that they're sisters is really interesting. I think they could go really far, but they need a lot of confidence really quickly. Als laatste is de categorie 26 plus aan de beurt. Ook zij worden begeleid op het gebied van zang, styling en performance. Daarnaast krijgen ze ook een workshop van Ryan Tedder, frontman van One Republic en producer en songwriter voor artiesten als Kelly Clarkson, Esmee Denters en Beyoncé. Ik vond het wel echt een verrassing dat hij binnen kwam lopen. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je een workshop krijgt van iemand die liedjes schrijft voor Beyoncé. Ja, ik kende hem eigenlijk niet. Toen hij een stukje van zijn single ging spelen en zingen, dat was echt heel vet. All the right friends and all the right places. So yeah, we're going down. They got all the right moves and all the right faces. So yeah, we're going down. All the right friends and all the right places. Thank you, man. Jana moet vandaag laten zien dat ze haar goede voornemens serieus neemt. So now I'm gonna listen to you guys do the songs that you picked. Oh, sit there. Ach, nee, wacht, ik zit. Nee, ja, oh, sorry, ja. Oh, sit there. Mag ik alsjeblieft opnieuw? Ik zit er echt niet in. Ik hang er aan. Nou, ik maak me er niet echt druk om dat ik 3 keer opnieuw begon. Omdat we allemaal mensen zijn. En ik neem aan dat hij ook wel een keer een screw-up heeft gemaakt. Ik wou het gewoon goed doen. Jana could be the primary competitor for the whole X-Factor. She's the one to watch if she doesn't mess it up. Hell is gone and heaven's ill. There's nothing left for you to fear. Robbie Williams is voor mij gewoon the man. Ik kom zelf uit Engeland. Ik woon al bijna mijn hele leven hier. Ik ben hier al 22 jaar. Ik was 6 dat ik hier kwam. Maar ik ben echt een chauvinist. Okay? Ik voel me heel veel Nederlands. Maar ik ben toch echt Engels. So come on, let me entertain you. He did a Robbie Williams song and he nailed it. But I think part of the reason he picked the song is that it was easier. But as the competition goes on, you can't get away with doing easy songs.
ik ga het nummer Ave Maria zingen van Beyoncé. Het is best wel speciaal voor mij, omdat mijn oma die zong altijd Ave Maria. En hopelijk geeft dat haar de rust die ze zo hard nodig heeft. Hoe ging het met de workshop? Nou ja, niet zo heel lekker. Ik was ontzettend zenuwachtig. But I still go home, knowing that I've got you. Ja, haar stem raakt mij in dat liedje. When the lights go. Ik voelde dat Sasha moest huilen, dus ik ga niet kijken, En toen hoorde ik, toen hield ik het gewoon niet. On earth, you are my hunger, my thirst. Ja, dat vind ik heel bizar, omdat ik zelf heel erg dan weer teleurgesteld ben in mezelf. En dan begrijp ik niet dat mensen daar dan om mij kunnen huilen. We picked obviously a really difficult song. I work with her. I actually wrote Halo for Beyoncé. She's got a ridiculous range. Ik weet dat ik het kan, maar het komt er niet echt uit door spanning en zenuwen. En daar baal ik gewoon van. I think she just picked the wrong song, to be honest. Everybody in the world knows Beyoncé, and so they're hearing Beyoncé. So if you do a song that a singer like that did, it's difficult. You've gotta pick your songs wisely.